Aan de telefoon hebben we huisarts Marion Steentjes van de praktijk Damzicht in Nieuwland. Ze was pas vandaag op zondag tijd voor een interview. Was het zo druk bij jullie, Marion? Nou, nee, op zich helemaal niet. Want juist zijn er heel weinig patiënten naar de praktijk gekomen. Maar het ging meer om praktijkorganisatie en achterwacht zijn voor eventuele calamiteiten. Ja, dat was het eigenlijk. Ja, met wat voor klachten komen de patiënten bij jullie? Wij triëren natuurlijk. Triëren betekent dat je dus van tevoren probeert in te schatten wat de urgentie is van de klacht. En ook probeert in te schatten wat er nodig is om die klachten te verhelpen. Dat wil zeggen bezoek aan de huisarts of dat iemand direct door moet naar de spoedeisende hulp of iets dergelijks. En alle mensen die de afgelopen week verdacht waren voor corona, die hebben wij in de eerste twee dagen apart gezien in de praktijk. Dat wil zeggen een apart gebouwtje, dus niet op de praktijk zelf. Dat is een gebouw wat wel staat op het terrein, maar wat officieel normaal gesproken voor vergaderingen gebruikt wordt. Dus een grote afstand ook van de praktijk. Daar was ook dan een huisarts aanwezig, volledig beschermd. Hè? Dus met die persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals wij dat dan noemen. Ja. Met alle voorschriften van Wien, dat de patiënten in principe geen deurklinken aanraken en dergelijke. Dus dat je zo weinig mogelijk besmettingsgevaar hebt. Dat je ook zorgt dat de patiënt die verdacht wordt van corona ook zelf een mondkapje op heeft. Hij doet natuurlijk niet in die volledige bescherming, maar wel zelf een mondkapje op. En dat spreekuur hebben we gedaan. Er kwamen niet veel patiënten, maar het was wel natuurlijk voor de huisarts een veiliger gevoel. Dat je in ieder geval wat minder kans hebt dat je zelf het corona oploopt. Ja, want iedere patiënt die nu komt kan in principe natuurlijk besmet zijn. Ja, dat is in principe een probleem. Maar we keken natuurlijk nog wel naar of iemand klachten heeft. Dat wil zeggen hoesten met koorts. Hoesten of koorts bedoel ik. En neusverkouden. En later kwam daar eigenlijk ook bij de oogontstekingen. Want ook dat kan een teken zijn van een corona-infectie. En doe je nu bij elke patiënt een mondkapje op of dat niet? Nee hoor. De andere patiënten die dus getriëerd waren zonder klachten van hoesten of verdenking op corona, die hebben wij gewoon gezien in de praktijk. En volgens het ministerie en de overheid hebben wij de regels aangehouden om zo weinig mogelijk mensen met elkaar in contact te brengen. Dus dat betekende ook dat A, de mensen ver van elkaar in het spreekuur afgezien werden, dus niet per 5 of 10 minuten. En dat er ook heel weinig mensen effectief naar de praktijk zijn gekomen. Ja. Maar dan ben je dus wel de hele tijd bezig met mensen bellen en beoordelen of vragen van assistenten, beoordelen van andere zaken. Ja. Dan ben je ook nog wel bezig. Worden jullie goed geïnstrueerd door de GGD? Nou, niet zozeer door de GGD alleen, maar meer door de NHG, de Nederlandse Huisartsgenootschap. Dat is de wetenschappelijke vereniging van de huisartsen, landelijk uiteraard. Door de huisartsenposten die ook iedere keer schrijven uitdoen, per mail is dat, wat de laatste stand van zaken is. En via die NHG dan uiteraard door het RIVM, dat is eigenlijk de hoofdleider van hoe de infectie verloopt, epidemiologisch, en wat we daar dan op moeten anticiperen. Dus ja. Van verschillende kanalen worden wij geïnformeerd inderdaad. Ja, de huisartsenpost is nu ook overdag open, daar zitten ook huisartsen. Ja, want dat wilde ik dus nog wel vertellen. Die eerste twee dagen hebben we dat zelf gedaan in het gebouwtje. En daarna is vrij snel actie ondernomen dat we de verdachte coronapatiënten konden sturen, laten gaan naar de huisartsenpost. Maar dan moest wel de huisarts zelf bellen, dus dat er niet een enorme stroom zou komen. En daar werden mensen dan gezien ook weer door artsen met volledige bescherming. Maar die huisartsenpost wordt ook bemand door huisartsen. Dus betekent dat wel van jullie ook extra diensten? Nou, tot nu toe niet. Er zijn natuurlijk heel veel waarnemers. Dus dat is volgens mij op deze manier opgelost. Ik heb me niet zozeer met de personele bezetting bezig gehouden uiteraard. Want wij hebben namelijk één vertegenwoordiger vanuit onze huisartsengroep die dan nauw contact houdt met de huisartsenpost, ook voor het beleid. Maar mogelijk dat we, als de coronacrisis toeneemt, dat wil zeggen dat we meer patiëntenstroom krijgen die we moeten beoordelen,
dat wij als huisarts wel ingeschakeld zullen worden met die dagdiensten. Ja. Apotheek dus, Poldervaart heeft een buitenpolie. Er is al een triagetent neergezet bij het ziekenhuis. Wat kunnen we nog meer verwachten? Ja, dat weet ik niet zo heel erg goed op dit moment. Waarschijnlijk gaan we de mensen in steeds duidelijkere settingen aanbieden om gezien te worden als ze corona verdacht zijn. En dat zullen wel wat grotere centra worden vanwege die persoonlijke beschermingsmiddelen. Ja. Dus dan moet je denken niet aan de huisartsenpost, maar een bepaalde plek in Schiedam waar mensen dan beoordeeld worden. Zoals de Margriethal, waar nu al afzettingen zijn. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Dus, nou, ik wens jullie heel veel sterkte en hopelijk worden jullie niet zelf ziek. Ja, dat is natuurlijk ook wel iets. Anderzijds, als je mild ziek wordt, is het niet zo heel erg, want heb je wel bescherming. Dus dan heeft het een voordeel. Het is wel lastig dat je dan uitgeschakeld bent natuurlijk, een tijdje. Want het is niet een, een makkelijke infectie. Die één dagje duurt natuurlijk. Ja. Dus ik vind het wel een soort oorlogssituatie, maar dan onwezenlijker. Voor mijn gevoel, ik heb uiteraard geen oorlog meegemaakt. Maar het is zo bizar, je vecht tegen iets, quote, quote. Want je kan het eigenlijk, ja, je kan amper vechten, omdat je het niet ziet, hè? Ja, klopt. Dus dat is, wij zien alles natuurlijk in onze maatschappij met ziekte, dat we er tegen kunnen vechten. Maar soms moet je een evenwicht bereiken. En dat is dus ook wat eigenlijk het beleid van die overheid, hè, dat het soort van evenwicht ook in je maatschappelijke leven, met dat virus en dergelijke. Dus dat zijn meer filosofieën van antropologen. Ik heb ooit medische antropologie gestudeerd. En die kijken daar als het ware een beetje anders naar. Hè? Dus niet vechten, maar evenwicht. Hoe doe je dat thuis? Zit je dan ook op 1,5 meter afstand? Nou, toevallig ben ik vrij veel alleen. Maar inderdaad, ja, met de kleinkinderen is dat natuurlijk moeilijker. Dus die bezoek ik eigenlijk niet meer. En mijn moeder zit in een verpleeghuis, dus ook dat gaat niet door. Ja. En mijn familie zie ik niet, vrienden amper, eigenlijk vandaag niet. Dus wat dat betreft is denk ik wel, is dan eenzamer bestaan soort van. Ja, zeker. Nee hoor, maar dat is wel onzin natuurlijk voor gedeeld, want je bent niet echt eenzaam, maar het is wel vreemd. Ja. Heel veel succes.